Man, het is echt een druk dag hier op kantoor. Valentijn is er een keer en gelijk allemaal 80.000 reviews en zo. We zitten hier voor Pokken Tournament. Volgens mij een fighting game. Jij hebt mij hier neergezet van, Daniel speelt wel eens fighting games. Dus volgens mij is het een fighting game. Ja, jij bent normaal natuurlijk onze Street Fighter man. Street Fighter, Mortal Kombat en... Heb je Tekken wel eens gespeeld? Tuurlijk, ik ben ermee opgegroeid. Oké, dan kun je natuurlijk wel, daar wel mooi eigenlijk dat stapje zetten. Want Pokken Tournament is eigenlijk een Tekken, maar dan met een Pokémon saus eroverheen. Kijk. Dat hoor je ook al gelijk, aan de titel eigenlijk. Het is natuurlijk geen Pokémon Tournament, het is Pokken Tournament. Vet. Is het dan ook... Pokken Pok Tournament. Je had vroeger Tekken Tag Tournament. Okay. Dat was een van de games van Tekken. Dus ja, grap mislukt. Maar Nee, is echt goed geprobeerd, Daniel. Ja. Moet je vaak doen, schappen. Maar oké, Pokken Tournament. Ja, Tekken met Pokémon dus. Ja. Zit er nog iets van een storyline in? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, er zit wel iets van een storyline in. Je kunt eigenlijk, je bent een trainer en je hebt een van die Pokémon waar je mee kan vechten. Die kies je uit en dan ga je eigenlijk allemaal toernooien, die ga je af. Dat is eigenlijk de story mode. En terwijl je dat eigenlijk doet, wordt de wereld aangevallen door een Shadow Mewtwo. Oké. Dat is ook wel een beetje raar, want elke keer als je dan eigenlijk een mode uitspeelt, word je aangevallen door die Mewtwo. En steeds eigenlijk ben je net niet sterk genoeg om hem eigenlijk te verslaan. Ja, team. Maar zo doen heel veel fights het, hè? Dat je gewoon elke keer een tegenstander moet verslaan en dan... Hoe wordt dat gedaan met cutscenes of door... Je moet wel echt even tegen Shadow Mewtwo wel vechten. Volgens mij, je zou hem in theorie wel kunnen verslaan, maar hij is wel echt een stukje sterker dan jij, merk je wel. Dus je moet wel echt even al beter zijn in de game om echt hem uit te kunnen schakelen. Dat zal ongetwijfeld mensen lukken, maar in ieder geval in eerste instantie nog niet. Maar wat houdt de game verder in? Welke Pokémon zit erin? Want we zitten inmiddels bij, weet ik veel, generatie 6, 7, 8? 5, 6 of zo. Zoiets. Mm-hmm. Welke Pokémon zitten erin? Ja, dat is wel een beetje een ding eigenlijk, want we hebben eigenlijk momenteel echt een stuk of 700, 750 Pokémon. Daarom. En er zitten in totaal in deze game 16 Pokémon. Dat was ook wat mij een beetje tegen de borst stuit bij deze game. Want eigenlijk wat erin zit is wel heel vet, want we hebben Pokémon als Mewtwo, Pikachu, we hebben Blaziken, allemaal dat soort fighters eigenlijk. Ook Machamp, dat is wel vet. Vet. Dus generatie 1 zit er wel goed in. Dat is nice. Maar het is wel echt dat je denkt van oké, er had meer in kunnen zitten. Ja, want oké, we gaan even naar de basis. Het is dus een fighting game en komt daar de essentie van elke Pokémon ook naar voren? Kijk, op zich, ik snap dat je niet 100 characters in die game kan stoppen, want een fighting game moet gebalanceerd zijn. En dan merk je gewoon heel erg aan bijvoorbeeld een oudere Tekken of een Street Fight of een Mortal Kombat. Hoe meer characters, hoe ongebalanceerd het vaak is. Dus hoe zit dat in deze game? Nou, ze hebben het wel vet gedaan eigenlijk, want je hebt natuurlijk hele verschillende Pokémon. Zoals ik net zei, je hebt bijvoorbeeld Pikachu en Charizard. En Pikachu is dan echt op de snelheid, is die ingezet. Die is ook sneller, daar kun je meer snellere combo's mee maken. En Charizard daarentegen is echt een powerhouse, die echt gewoon harde klappen geeft. Dus dat hebben ze echt een hele onderverdeling erin gemaakt eigenlijk. Waardoor ze ook echt heel anders spelen. Maar het voelt wel gebalanceerd, heb ik het idee. En hoe zit het bijvoorbeeld met de elementen? Want Pikachu is natuurlijk stroom-Pokémon, Charizard is een fire-Pokémon. Maar zet je bijvoorbeeld een Charizard tegenover een gras-Pokémon, heeft hij dan een voordeel of werkt het in deze game niet zo? Ja, daar zat ik een beetje mee eigenlijk, want dat zit er niet zo in. En ik snap het eigenlijk wel, want het is natuurlijk, je wil een feit gebalanceerd houden. Als je dat erin stopt, dan heb je eigenlijk die balans die is weg. Maar het voelt wel een beetje raar, want je bent natuurlijk echt als Pokémon gamer ben je gewend dat in elke game het zo werkt. Dat altijd die elementen wel heel belangrijk zijn. En nu moest ik daar wel even aan wennen dat het weg is. Maar zit er dan niet een element in dat je in een match twee Pokémon kan kiezen en daar tussen kan wisselen? Dus als jij een vuur-Pokémon tegenover je krijgt en jij bent aan het vechten met een gras-Pokémon, dat je dan een water-Pokémon inzet? Nee, het is echt een fighter 1-op-1. Maar je hebt wel support-characters erbij. Dus je hebt elke keer een setje krijg je erbij. Dat zijn dan twee Pokémon en die kun je dan tussendoor een keertje inzetten als die opgeladen zijn. Als dan het balkje vol is. En dat is op zich wel, die zijn ook weer heel anders. Sommige die zijn natuurlijk weer sneller. Maar die laden heel snel op. Die geven even een slappere aanval. Andere die laden lang op en die geven echt in één keer een dikke klap. Dus dat is wel vet gedaan. Waar ik eigenlijk nog even op in wil gaan, is eigenlijk het toffe, echt de kern van deze game, dat is een beetje het driehoekselement dat erin zit. Vertel. Ja, je hebt altijd in games natuurlijk moet je een beetje een soort balans vinden hoe je dan kan gamen, hoe je goed op elkaar in kan gaan. Ja. En hier hebben ze het gehouden op de normal attacks, je hebt grabs en je hebt counters. En die zitten eigenlijk in verband met elkaar. Ja, dat is in heel veel fighting games is dat een beetje de... Dat houdt het zo een beetje gaan, dat je ook helemaal goed moet opletten wat voor aanval doet aan je tegenstander. En daar kun je dan eigenlijk goed op anticiperen en een goede...
ja, klap teruggeven eigenlijk. Dat maakt het wel vet hoe het ja, in elkaar zit. Wat ook nog wel een dingetje is van Under Fire trouwens, is je hebt twee modi, zes in de game. In eerste instantie, je begint als twee characters eigenlijk in een soort 3D-mode tegen elkaar. En op een gegeven moment, als je de andere een goede klap geeft, dan wordt het in één keer omgegooid tot een 2D-modus. Okay. Dus dan werken in één keer, dan heb je in één keer andere aanvallen. Dus het is wel vet dat je in eerste instantie echt gewoon dat 3D-effect hebt. Dus je krijgt dan een beetje echt een 3D-Pokémon. Dat is wel gaaf. Maar ja, als je dan echt die battle krijgt, dan krijg je meer dat, echt die hardcore fighter eigenlijk. En hoe is de gameplay in Pokken Tournament? Want we kennen natuurlijk een Tekken is heel erg snel. Street Fighter is de laatste jaren steeds sneller geworden. En ook een Mortal Kombat is allemaal lekker soepel. Maar hoe zit dat in Pokken Tournament? Ik vind het wel lekker snel spelen. Ik moet natuurlijk wel even wennen. Het is echt iets nieuws ineens. Ja, absoluut. Maar ze hebben natuurlijk wel ze hebben bepaalde power-ups erin gegooid. Je hebt dan bijvoorbeeld in Pokémon heb je sinds een paar jaar heb je die super-evolutie, die mega-evolutie erin zitten. En als je na een tijdje je, je balkjes opgeladen, dan kun je even zo'n mega-evolutie worden. Ah, of even, niet elke Pokémon heeft zo'n evolutie, maar dan wel een soort power-up-modus krijgen. En dan ga je eigenlijk heel snel er doorheen, om het zo te zeggen. Want dan ben je eigenlijk een stuk sterker dan je tegenstander. Ja, en dat zien we ook wel weer heel erg terug in andere fighters. Mm. Dat je net zo'n boost kan krijgen. Zeker als je aan de verliezende kant bent waarschijnlijk. Dan vult je bal sneller op. Of dat in principe gaat het volgens mij gewoon hetzelfde als ik het zo merk. Maar je kunt eigenlijk wel, als iemand dan in die modus is, kun je wel gewoon goed eigenlijk blokkeren. En dan wel, ja, kijk, als je blokkeert en je wordt gegrabbed, dan ben je alsnog eigenlijk de Sjaak. Maar je kunt natuurlijk wel eigenlijk er goed op inspelen dat je wel kan wegvluchten. Dat niet iemand gelijk direct wint als hij die power-up heeft. Dus ik had het wel vrij gebalanceerd. Oké. En even een laatste puntje. Hoe zit het eigenlijk met modi? Want fighting games staan er meestal onbekend. Ja, je kan een versus mode, je kan splitscreen, je kan online. Er zit een verhaaltje in. En in Street Fighter V vond ik het zelf een beetje karig. Arcade mode zit er bijvoorbeeld niet in. Wel survival. En hoe is dat in deze game? Ja, je hebt sowieso natuurlijk een training mode waarin je los kan gaan. En je hebt eigenlijk, je kunt tegen elkaar spelen, online, offline. En ja, wat ik dan jammer vond, is eigenlijk die story mode die erin zit. Ik snap dat heel veel mensen natuurlijk zo'n game niet spelen voor de story. Ja. Maar hierbij is het echt letterlijk een league die steeds doorgaat. Echt potjes na potjes na potjes. En de tegenstanders worden natuurlijk wel sterker op een gegeven moment. Ja, precies. Maar alsnog, je bent hetzelfde aan het doen steeds. En je vecht steeds tegen diezelfde Pokémon. Dus het is eigenlijk een beetje zoals in elke fighting game. Een vrij karig verhaal die eigenlijk gewoon doorloopt. Mm-hmm. Als soort van tutorial. Moet ik het zo zien? Nou, dat niet, want het is wel echt je hebt echt een stuk of 5 leagues achter elkaar. Je begint eerst op een soort E-klasse, wat dan ook, of echt op het laagste niveau. En dan ga je steeds een stapje omhoog. Alleen ja, je moet steeds meer battelen om dan hoger te komen. Ja. Dus je bent zo lang eigenlijk bezig om dan eerst een keertje echt hoog in die league te komen. Dan moet je dan weer de league leaders verslaan. En dan ben je weer in de volgende modus bezig. Dus ja, vond ik zelf niet heel spannend om te doen. Na een tijdje was ik het eigenlijk wel een beetje zat. En dan gaat het waarschijnlijk gewoon echt om de multiplayer of met vrienden op de bank. Gewoon lekker tegen elkaar knokken als klassieke fighting game. Het is wel een lekkere game. Alleen zoals ik al zeg, er zitten eigenlijk gewoon te weinig characters nog in. Ja. Nou, dan gaan we naar de conclusie. Vertel wat je van Pokken Tournament vindt. Ja, het is eigenlijk een prima fighting game. Ik ben best wel omvergeblazen dat ze wel zo'n toffe IP eigenlijk proberen. Dat ze zoiets nieuws op de markt zetten. Het was in eerste instantie natuurlijk meer een arcade titel die nu ook naar de Wii U komt. En eigenlijk qua fighter is hij tof. Alleen, eigenlijk de story mode valt me een beetje tegen en ik had eigenlijk wat meer characters willen zien eigenlijk. Dus ja, het is voor mij een beetje een soort tussending eigenlijk. Het kan beter. Ik wacht eigenlijk op een soort uitbreiding. Het speelt lekker, maar een beetje te weinig content en je had iets meer van verwacht dus. Yes, daar komt het praktisch wel op neer. Oké, mooi. Maar wel een goed experiment.